Dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe Fortnite-update video. Als je wilt, druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. Jullie zien de itemshop van vandaag in beeld staan. En ik moet zeggen, vandaag een hele toffe skin. Namelijk de Dark Serenity set. Ja, dat is een toffe skin moet ik zeggen. Ziet er leuk uit. Rechts onderin kun je natuurlijk de code te veel gevraagd invullen. Wie dat ook heeft gedaan, is ParaX Roomijs. Hey TFG, ik heb de airdrop scoop gekocht met jullie beste zak ter wereld. Ik zou heel graag een keer in de video willen. Nou, dat is gelukt, Romy. Heel erg bedankt voor het gebruik van ons code. Een dikke shout-out naar jou. We gaan denk ik direct beginnen. Ik heb vandaag echt heel erg weinig nieuws, maar er is wel één belangrijk ding. Moest ik toch even aankaarten. Ja, daar gaan we zo meteen naartoe. Eerst gaan we eventjes kijken naar hoe ver we zitten in dit seizoen. Nou, op dit moment zitten wij op 35,1%. En we moeten dus nog 49 dagen lang in dit seizoen volhouden. Dus gewoon anderhalve maand. En dan zijn we er alweer. Ja, het gaat zo ontiegelijk snel. Gaat nergens meer over. We krijgen hopelijk over een paar dagen wat meer nieuwtjes. Omdat dan natuurlijk de nieuwe 20.20 update gaat droppen. Maar ja, dat is pas op dinsdag. Maar goed, deze video echt heel weinig. Maar goed, we gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit gaat er eventjes over dat er nieuwe, ja, stripboekjes aan gaan komen. Namelijk Zero War stripboeken. Jawel. En bij deze stripboeken is het wel leuk. Namelijk, daarbij, als je die koopt, krijg je gratis items. Jawel. Namelijk bij, hier, hashtag 1 krijg je een outfit. Hashtag 2 krijg je een wrap. Je krijgt een pickaxe, een spray, een loading screen. En als je ze alle 5 dus eigenlijk gewoon hebt, dan krijg je een bonus outfit. Nou, hoe dik is dat? Nou goed, in ieder geval, dat is zeker weten tof om te zien. Die boekjes, die zijn volgens mij ook te koop in Nederland. Volgens mij via Amazon of zo. Maar goed, als ik die info heb, dan zal ik dat eventjes laten weten. Maar ja, ik heb ook nog een goed nieuwtje. Als we deze stripboekjes niet kunnen krijgen, wat ja, dat zou natuurlijk kunnen. Of je wil de stripboeken gewoon niet kopen, dat kan natuurlijk ook. Al deze items komen ook een keertje in de itemshop terecht. Alleen dat is pas vaak een paar weken later of misschien een week later. Dus ze komen er allemaal gewoon in. Dus iedereen kan in principe deze items krijgen. Alleen dan is het niet echt meer gratis. Want ja, als je die stripboeken koopt, dan is het een soort van, ja, gratis extraatje. Maar goed, dan weten jullie dat. We gaan door naar het allerlaatste topic alweer. Ja, we hebben misschien nog nooit zo'n korte update video gehad, maar het is niet anders. In ieder geval, dit is eventjes een clipje van iemand die zich helemaal de pletter schrikt, want hij zag hem volgens mij niet. Ja, hij wordt gewoon eventjes gekilled door John Wick, die daar heel erg sneaky in zo'n donker hoekje zat. Ik zag hem ook bijna niet. En ik kan me heel erg goed voorstellen, als je het geluid heel erg hard hebt staan, dat je echt helemaal de pletten schrikt. Soms als iemand in een hoekje loopt te campen of zo, en iemand schiet opeens een shotgun of zo af. Ja, ik schrik soms ook gewoon, omdat het geluid best wel hard staat. Je moet namelijk Fortnite, ja, best wel hard zetten. Wil je alle voetstappen goed kunnen horen. Dus ik vraag me af, hebben jullie dat ook, dat jullie je soms echt helemaal te pletten schrikken? Ik in ieder geval wel. Laat het eventjes weten in de reacties. Dames en heren, dit was het einde van de video dus alweer. Ik hoop alsnog, omdat deze wat korter is, dat jullie alsnog hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe rempje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Zak te veel vaak kun je gebruiken in de itemshop om ons te supporten. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe update video. Peace out!